Goedemiddag allemaal. Welkom op deze info van de rondreis Rome-Sicilië. Wie ben ik? Ik ben Lutte Roy. Mijn man is Willy Meeuws en wij zijn al reisleider bij Actie sinds 2008. Al veel vaak heb ik presentaties gedaan en info gegeven voor Actie, maar nog nooit op deze manier. Wij gaan u meenemen op de rondreis Rome-Sicilië. Heel vaak zeg ik bij het begin aan de mensen die kijken, ik sta hier niet als reisleidster, maar als reisverleidster. En dat wil ik ook doen. Ik wil u verleiden met die schitterende reis Rome-Sicilië. U kan al zien waarom, hè. Er staan hier al een aantal zaken vermeld. Rome, Palermo, Taormina, Tempos, Vulcanotour. Maar ik ga nog meer zeggen. Sicilië is het mooiste eiland van heel Europa. Heel de Europese cultuur is daar gepasseerd. Van de Grieken, de Romeinen, de Byzantijnen, de Normannen en de Spanjaarden. Ik kan blijven opzommen. Ze hebben er allemaal een iets achtergelaten. En dan niet alleen. De natuur in Sicilië is ook zeer mooi. Je hebt er bergdorpjes. Je hebt prachtige kustlijnen. Je hebt de vulkanen. En de zoutvlaktes helemaal in het westen. Ik denk dat we kunnen beginnen. U ziet wat er allemaal is inbegrepen. En u ziet hier de kaart. Want de Sicilië-reis begint natuurlijk niet op Sicilië. De Sicilië-reis die vangt aan in Trogi. En Trogi ziet u liggen tegen Florence, Firenze. Het is een heel goede camping. Van daaruit kan u ook gemakkelijk met openbaar vervoer naar Florence rijden. Een dag op uitstap als u een dag eerder moest aankomen. Daar is ook het openingsdiner, want geen enkele actiereis start zonder een openingsdiner. Na Trogi zijn we vertrokken en dan gaan wij richting Rome. Het is wel een beetje rijden naar Rome, het is een goede camping waar we terechtkomen. En dezelfde avond als u bent uitgepakt en geïnstalleerd en gedoucht en gegeten, staat er een bus te wachten voor een avondtour in Rome. En dat is gewoon heel mooi. Heel vaak zijn we gekampeerd buiten een stad en dan mis je de sfeer van een stad 's avonds. Maar nu zie je de monumenten verlicht en dat is bijzonder. Hier zie je al de Engelenburg en hier zie je de Trevi-fontein bij avond. Helemaal anders dan overdag. Dit is al de dag daarna, want we blijven niet gewoon in de camping staan voor een avondtour. Er is ook een hele dag een excursie naar Rome onder leiding van een Nederlandse gids. Wat gebeurt daar? Er is een stadswandeling. Hier zie je Piazza Navone met de mensen. Hier zie je het Pantheon. En hier zie je het Forum Romanum. En hier zie je, waar we binnen gaan, de Sint-Pietersbasiliek. Allemaal onder leiding van een gids. We bezoeken niet alleen de kathedraal, maar ook het Vaticaanse Museum. En je ziet dan ook, maar daar hebben we geen beelden van, want dat mag niet, de Sixtijnse kapel. Kijk er maar even mee. Ook nog het Vaticaanse Museum. Mooie beelden. En tot slot, als afsluiter van Rome, het Sint-Pietersplein. Dat beeld krijg je natuurlijk alleen maar als je de moed hebt om de toren te beklimmen. Dat zit niet in die excursiedag in. Dat zou een beetje te veel gevraagd zijn. Maar u bent nog een extra dag in Rome. Gewoon ofwel om te relaxen en te rusten, ofwel om terug naar Rome te gaan en misschien wel de koepel te beklimmen. We gaan verder. Hier zie je iets totaal anders. Waar zitten we nu? Een paar honderd kilometer onder Rome. Onder Napels zelfs. We zitten hier in Paestum. En het is een kustcamping ook, maar van daaruit maken we echt twee ongelooflijke excursies. Ik kan nu misschien wel die excursies zo vlak achter elkaar noemen, maar die komen niet allemaal vlak achter elkaar. Dus elke keer een rustdag, een vrije dag tussen waarop adem kan komen, uw was en de plas, boodschappen, gewoon gaan zwemmen. Die rustdagen en die vrije dagen zitten daar
overal tussen. Hier paillassetoum. Het klassieke paillassetoum, daar vind je de mooiste tempels. De mooiste Griekse tempels, zegt men, buiten Griekenland. Ik durf zelfs zeggen met Griekenland erbij. We hebben hier een gids en het is echt de moeite om eventjes, als het kan, achter te blijven, op die muurtjes te zitten en gewoon te kijken naar die machtige tempels en die indrukken binnen te laten komen. De gids neemt ons ook mee naar een museum daarover en laat ons daar de grootste stukken zien, de pronkstukken zien. En één daarvan is een tombe, een graftombe. Die graftombe is beschilderd aan vier kanten. En één kant is dit. Deze graftombe heet dan ook de tombe van de duiker. Je moet eens kijken hoe fijn, hoe teer, hoe fragiel dat geschilderd is. Het is waarschijnlijk een graftombe van een jongeman geweest. Ik laat dit eventjes nog staan, want de excursie sluit hier niet af. Alle excursies zijn zo opgevat dat er een stukje cultuur is, maar ook een stuk totaal iets anders. Van dat andere heb ik nu spijtig genoeg geen beelden, maar ik ga het proberen zo goed mogelijk te vertellen. Er wordt ook een bezoek gebracht aan een mozzarella-farm. U kan denken, mozzarella, dat lust ik niet. Heeft geen smaak. Maar dan heeft u nog niet de mozzarella geproefd van Mozzarella Farms van Zuid-Italië. Je komt eraan, je gaat zien, die parking die gaat er al vol zijn, want mensen komen van alle kanten daar naartoe om verse mozzarella te kopen. Wij gaan in de verte al de waterbuffels zien, want de mozzarella wordt niet gemaakt van koeienmelk, maar van buffelmelk. Dus mozzarella di buffalo. Klinkt goed, is ook lekker. Die buffels die grazen daar op groene bioweiden. Die buffels krijgen alleen maar biovoeder te eten. En die buffels die hebben niet alleen groene weiden, maar die hebben ook een binnenverblijf. In dat binnenverblijf, als we daar binnen gaan, dan krijgt iedereen een lach op zijn gezicht. We moeten een trap op naar boven, zodat we van boven naar binnen kunnen kijken. En ondertussen speelt daar muziek. Dus die buffels, die horen constant een zacht muziekje op de achtergrond. En dan zie je daar beneden een rustplek. Je ziet daar een plaats waar ze aanschuiven om te eten. Maar het grappige is, er is daar ook een wellnesscorner. Er staan grote borstels en die buffels die staan daar allemaal zo mooi aan te schuiven om dus een wellnessbehandeling te krijgen van die borstels. Dus ze gaan dus langs die borstels die zo draaien langs de flanken van hun buffel zijn, zal ik maar zeggen. We krijgen natuurlijk ook mozzarella te proeven. En dames, speciaal voor u, er is een winkel waar men ongelooflijk mooie handtassen verkoopt van buffeleer. Dat was de uitstap naar Paestum. Wat u hier ziet, dat is Pompeji. Van de camping uit maken we een mooie uitstap naar Pompeji. Ook weer met een Nederlandstalige gids. We krijgen oortjes in, zodat wij de gids goed kunnen volgen. Als ze achteraan loopt om nog iets te bekijken en de gids vooraan met oortjes. Je kan altijd horen wat ze zegt. Ik denk dat heel veel mensen Pompeji bovenaan hun lijstje hebben staan om te gaan bezoeken. Het zit erin. En ook hier weer een voormiddag Pompeji. 'S Middags in het stadje Pompeji, daar zijn ongelooflijk veel terrasjes en restaurantjes om te lunchen. Maar in de namiddag is er het andere luik. En wat is dat andere luik? Dat is de Amalfi-kust. Wij zijn dus onderaan vertrokken. Pompeji ligt onder Napels. En om terug te keren, komen we terug via de beroemde Amalfi-kust. Ongelooflijk mooi. Je kan dat doen met de bus. Maar nog mooier is met de boot. Dus, en dat doen we daar, een boottocht. Wij kijken dus naar de schitterende Amalfi-kust vanaf de boot naar de kust. En het laatste stukje brengt ons de bus terug naar de camping. Mooi, hè? Nog een beeld van Pompeji hier. Dat is aan de ingang. Er gaat altijd veel volk rondlopen daar. Het is dus heel belangrijk dat je goed de oortjes inhoudt en de gids volgt om niet te verdwalen. Kijkt u even mee naar Italië terug, zie je daar Napels, je ziet er Paestum onder liggen.
We zijn ondertussen al 19 dagen onderweg en het is nu de bedoeling dat we stilaan afzakken naar Sicilië. Die afstand is een beetje groot, vandaar dat we in Marina di Nicotera, onderaan zie je het puntje daar staan, een nacht verblijven om dan over te steken naar Sicilië. Het stukje zee daartussen noemen we de straat van Messina. Dat is echt kort, dus kwartier, 20 minuten en dan sta je in Sicilië en dan rijden we ineens door naar, je ziet het daar staan, Finale di Polina. Een mooie camping, echt waar. Dicht tegen een stadje, Cefalù. Waar je naartoe kan gaan, zelf op een vrije dag als je wil. Maar de reisleider maakt daar samen met jullie ook een mooie stadswandeling. En daar heb je ook een heerlijke lunch. Hier zie je een paar beelden van Cefalù. De kathedraal, waarover verteld gaat worden. Hier kan je ook de bergen in, als je wil, bergdorpje. En nog een terrasje van Cefalù. En daar, vanuit Cefalù, ook uitstappen. Vrijdagen ook, ik benadruk het, vrijdagen ook, maar natuurlijk ook excursies. En dit is een excursie naar Palermo. Ik hoor wel denken, Palermo, de maffia. Ik ben al 5 keer op Sicilië geweest. Ik heb nog nooit mafiosi gezien. Is er die? Waarschijnlijk wel. Hè? Wij worden rondgeleid in Palermo door een zeer goede gids, ook een Nederlandstalige gids. En als u vragen heeft over de maffia, moet u die aan haar stellen, want zij kan zeer goed vergelijken hoe het vroeger was en nu. Dit is de kathedraal van Palermo. We bezoeken niet alleen de kathedraal van Palermo, we maken daar ook een stadswandeling met de gids. En we bezoeken 2 schitterende monumenten. Kijkt u naar de mozaïeken hier, dat zijn goudmozaïeken. De schoonste mozaïeken die ik ooit gezien heb, zitten in Sicilië. Hier in de Cappella Palatina en in Monreale. Je wordt er gewoon stil van. Ongelooflijk mooi. Ik ben al eentje te ver. We zitten al in een ander stadje, maar ik ga eventjes terug naar deze prachtige mozaïek om even nog te blijven in Palermo. Want we gaan niet alleen deze schitterende dingen bezoeken, we gaan ook iets luguber bezoeken. En dat is de catacombe van de Capucijners. En wat is dat, de catacombe? Dat zijn kelders. Grafkelders, enorm uitgestrekt. Die Capucijners die hadden een methode om lichamen te mumificeren. Dus die broeders, monniken, die werden niet begraven, die werden gemumificeerd en die werden dus tegen de muur gehangen. Zo ga je dus echt door gangen vol met mummies aan de kant van de muur. Niet alleen die broeders en die monniken hangen daar zo, want de notabelen van Palermo wilden dat ook, die konden dat betalen. Dus dan kom je ook in de gang met vrouwen en je komt ook in de gang met de notabelen, de dokters en de advocaten en zo. Het is een beetje luguber, je moet het weten. Het is heel speciaal en heel bijzonder om te zien. Oké, dat is Palermo en we gaan verder. We gaan nu richting, dadelijk krijgen we het kaartje terug, we zetten onze reis verder richting westen en we blijven nog aan de bovenkant en we gaan daar naar een camping en die heet El Bahira. En El Bahira, dat klinkt helemaal niet Italiaans, dat is Moors. De Mooren hebben daar een heel grote invloed gehad. En waarom vertel ik dat? Omdat je daar ook ongelooflijk lekker kan eten. Onder andere couscous met spada. En als je ergens spada op een menukaart ziet staan, neem hem. Het is zwaardvis, dat kan gegrild zijn, dat kan gebakken zijn. Als je van vis houdt, of zelfs niet van vis houdt, ik vind dat ongelooflijk lekker. En je gaat het zeker te eten krijgen. Van daaruit kun je wandelen in een natuurgebied, maar van daaruit maak ik ook een uitstap. Onder andere naar dit bergdorpje en dat is Erice. En Erice ligt, je ziet het, 750 meter boven de zeespiegel.
Een heel mooi dorpje, prachtige vergezichten. Hier zit je aan het kasteel, het hoogste punt. De mensen zijn daar naartoe gewandeld, het hoogste punt. Vandaar kun je bij helder weer, zoals het nu is, kijken tot de zoutvlaktes helemaal in het westen. Je mag daar vrij rondwandelen in Érichée. Er zijn heel veel terrasjes en wat kan u daar proeven? De specialiteit van de streek. Een zeer zoet gebak op basis van amandelen. Dus als u graag marsepein lust, kan u niet weerstaan. Ik kan u verzekeren aan de etalages van de bakker. Dat is Érichée. En we gaan verder. Een stadje in de buurt, Segesta. Wat doen deze mensen hier? De mensen komen hier te voet terug van een Tigriks theater en ze gaan terug naar beneden. Deze afstand kan je te voet doen, maar dat kan je ook met een shuttlebus doen. Want waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar een tempel die eenzaam boven op een berg staat. Niemand heeft echt goed geweten waarom die tempel daar gebouwd is. Niemand kent eigenlijk de functie goed van die tempel. Maar het is gewoon ongelooflijk mooi en ook weer zeer fotogeniek. Waar zitten we nu? Zie je San Vito Lo Capo, naast Palermo, daar in de buurt zitten wij. En we rijden verder. Van San Vito Lo Capo gaan we naar beneden helemaal, naar Seca Grande di Ribera. Een kustcamping. Onderweg voor degene, daar staan eigenlijk ook heel plezierige dingen op het programma. Onder andere een kookkliniek. Ik weet niet of jullie weten wat dat inhoudt. Wel, daar ga je dus, daar wordt gekookt en je krijgt inzicht in de Siciliaanse keuken. En we eten dat allemaal samen op en hier komt er dan nog eens extra 's avonds live muziek bij. Ik kan u verzekeren, dat gaat een heel gezellige, geslaagde avond worden. Wat doen we daar nog in Seca Grande di Ribera? We zitten daar in de buurt van Agrigento. En daar bezoeken we, ook weer onder leiding van een Nederlandstalige gids, de Tempelvallei. Zie je daar een stukje van? Die Tempelvallei is eigenlijk geen vallei. Die tempels die staan daar op een bergkam. Indrukwekkende tempels die te zien waren vanaf de zee, zodat die een baken waren voor zeelui, maar ook voor de vijand. Zodat die zagen, Agrigento is een rijke stad en wordt beschermd door de goden. Ik ga eventjes verder kijken, moet eens zien wat een tempels daar staan eigenlijk, bij elkaar. En nog, hier staan mensen ook in bewondering te kijken naar die tempel. Maar, zoals ik daar straks al zei, elke excursie bestaat uit twee delen. Een beetje cultuur en een beetje natuur. En waar zitten we hier? Op de Scala dei Turchi. Dat wil zeggen de trappen van de Turk. En dat is spierwit. Het komt zeer vreemd over als je daarop staat. Als je over het strand loopt, ziet mensen in de verte daarboven. Als je daar loopt, dat is zeer, zeer vreemd dat je daar staat. Je kan zeggen van ja, voor mij is dat te vermoeiend, ik ga dat niet doen. Ik bekijk het wel van op een afstand, dat is geen enkel probleem. Er zijn daar terrasjes in de buurt waar je makkelijk koffie of iets anders kan krijgen. Terwijl de anderen toch een voet zetten op dat buitenaardse landschap. Het is echt zeer bijzonder, je krijgt daar echt een vreemd gevoel van. We gaan verder rijden. En op dat bord zie je hier staan, het bovenste, misschien dat je het niet kan lezen, San Michele, die moet ook dichterbij komen, die Ganzaria. En daar staat ook nog onder Caltagirone. Caltagirone, dat kom je onderweg tegen, staat niet op het programma, maar als je daar kan stoppen, moet je doen. Een dorp volledig in de keramiek, met een keramieke trap van ik weet niet hoeveel treden, zeer mooi en de moeite waard. Wij gaan maar één dag naar San Michele, één nacht. En in de voormiddag bezoeken wij iets buitengewoons. Het ligt een beetje in het binnenland. Wij bezoeken daar iets buitengewoons. Een Romeinse villa van de 4e, 5e eeuw.
U kan zeggen, ja, we hebben al een Romeinse villa gezien in Pompeji, maar deze hier is 4000 vierkante meter. Moet toebehoord hebben aan een miljardair in die tijd, want anders kan het niet. Is goed bewaard gebleven, omdat het altijd onder aardverschuivingen is bedolven geweest. En zo kunnen wij daar nu van genieten. Het is helemaal met plexiglas overdekt en wij wandelen op loopbruggen. En wij kijken naar de vloermozaïeken. Als we denken dat de bikini uitgevonden is in de jaren 60, dan bent u mis. In de vierde, vijfde eeuw na Christus bestond de bikini al. Het zal waarschijnlijk wel een speciale kamer geweest zijn met die vloer, hè, met de bikini meisjes. De andere kamers, daar zijn jachttaferelen, daar zijn gevechten, daar zijn exotische dieren. Het is gewoon enorm. U kijkt daar de ogen uit. En verder rijden we. En we gaan van hieruit terug naar de zee. En die, een hele mooie strandcamping. In de bloemen. Heerlijk om uit te rusten en alle indrukken te laten bezinken. Voor degenen die willen, die kunnen zelfs van daaruit nog een excursie boeken naar Malta voor 2 dagen. En de anderen, die kunnen het rustig aandoen. Want ook hier zijn er een paar excursies. En dan deze hier is Syracuse. Een hele mooie stad, doen we ook met een gids. Een hele mooie stad. We doen ook nog Noto en Ragusa. 2 barokke steden. En waarom zoveel barok in Zuid-Sicilië daar? Omdat in de 17e eeuw is er een ongelooflijk zware aardbeving geweest. 60.000 doden. Als je kijkt op de lijst van de aardbevingen in Europa, staat die op de 3e plaats van hevigheid. Dus een heel serieuze aardbeving. Die steden zijn allemaal terug in record tijd opgebouwd in de stijl die in de mode was. En dat is barok, allemaal in honingkleurige stijl. Zeer mooi. En dit is het oude gedeelte van Syracuse. En als je geluk hebt, kom je op de markt terecht als we op tijd zijn. Daar, en dan zie je daar de weelde aan vis. Wat je nu hier niet ziet, dat zijn de enorme tonijnen die men bovenhaalt en de enorme zwaardvissen. Indrukwekkend, die beesten kunnen tot 500 kilo wegen. Zie je staan, Punta Bracetto, daaronderaan zitten wij nu. En dan gaan we langzaam terug naar boven. Moet wel, hè? We moeten wel langzaam naar boven. En als jullie denken dat we de hoogtepunten van Sicilië gehad hebben, dan bent u mis. Want dit is er al één van. Een ongelooflijk romantisch theater in Taormina. Het is echt heel romantisch. En als je kijkt in de verte, zie je daar de Etna. Taormina zelf, het stadje heeft een naam in liedjes en zo. Dat is mooi, maar nu wel heel druk. Moet ik er wel bij zeggen, maar wel heel druk. Maar het theater is enorm. Zeker dat zicht daar achteraan. En nu zijn we op weg naar het hoogtepunt. Een letterlijk hoogtepunt, de Etna. Daar gaan we naar boven. Als we met de bus gaan, eerst is dat dus, je ziet het, hè, de flanken van de Etna die zijn heel weelderig begroeid, maar de wegen worden anders. En je rijdt op, nadien dus op een weg met aan de 2 kanten echt wel lavastromen of de resten van lavastromen. De bus brengt ons tot ongeveer 2000 meter hoog. En dan stappen we in een kabelbaan. Want u ziet die mensen daarboven lopen. Nee, wij doen het op een andere manier. Met de kabelbaan naar boven. En dan nog eens 500 meter naar boven met een jeep. 4x4 jeeps. En als de Etna het toelaat, want niet vergeten, het is een actieve vulkaan, dan kan er onder leiding van een gids een wandeling rond een van de kraters gemaakt worden. Voor vele mensen een echt letterlijk hoogtepunt. En hier zijn we weer naar beneden, die straatjes. En hier kijken de mensen naar het landschap en mijmeren over hoe mooi Sicilië is. Kijk,
Ik kan nog heel veel zeggen over Sicilië. Over het eten bijvoorbeeld, over de Italiaanse maaltijd bijvoorbeeld, over de campings. Maar ik denk dat ik het ook een beetje aan u overlaat om eventueel vragen te stellen. Dat kan via de chat dadelijk. En dit is het dan. De vertrekdatum is op zondag 2 mei. Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. Ik hoop dat ik u heb kunnen verleiden met de mooie reis Rome-Sicilië. En moesten er vragen zijn die nog niet beantwoord worden, dan kan dat altijd via de chat van Actie. De eerste vraag is: is de reis goed te doen als je slecht ter been bent? Is een beetje een moeilijke en een gemakkelijke vraag. De excursies die worden met de bus gedaan. Ik ben eventjes de excursies aan het overlopen. Moeilijker begaanbaar is natuurlijk Pompeji, want daar is de weg niet plat. Dat is moeilijker begaanbaar. Maar u kan altijd ook op de site van Pompeji afhaken en zeggen: kijk, ik blijf hier staan, ik kijk hier rond en ik wacht totdat de groep terug voorbij komt. Altijd mogelijk. En dat is eigenlijk mogelijk op elke site. Agrigento, dus van boven naar beneden wandelen, gaat gemakkelijk. De excursie Cefalù met de reisleider in Cefalù is heel gemakkelijk. Natuurlijk, Sicilië is niet volledig plat, maar dat loopt daar heel gemakkelijk. Palermo, dat is ook geen enkel probleem. Wat moeilijker is Agrigento, maar omdat als je op de hoofdweg blijft, dan ga je langzaam naar beneden. Ik denk dat dat ook geen probleem is. Als je naar boven gaat, de Etna. Je kan gewoon naar boven gaan en wachten aan de busjes, genieten van het landschap en de wandeling niet meedoen. Dus er zijn voldoende mogelijkheden als je niet zo goed te been bent om toch de reis te doen. Hoe is de temperatuur gedurende de reis? De temperatuur gedurende de reis, ik had die vraag verwacht. De normale temperatuur is ja, tussen de 20 en 30 graden. Maar ik weet niet of dat nu nog normaal is. Het klimaat doet gek. Ik kan zeggen, het is altijd zo geweest en ik kom daar en het is ineens veel heter. Dus het klimaat doet gek. Ook hier doet het klimaat gek. Dat is een moeilijke vraag. We vinden het fijn om op vrije dagen ook dingen te ondernemen. Krijgen we hiervoor tips? Natuurlijk krijgt u hiervoor tips. Die krijgt u elke keer als er een nieuwe route wordt aangekondigd. Tenminste, zo werken wij. En er is een reisdag en we gaan naar een volgende bestemming. Dan legt mijn man gewoon de route helemaal uit en dan kom ik met de tips. En die worden verstrekt of komen op het bord. En we zeggen: kijk, daar kan hij naartoe en daar kan hij naartoe. Onder andere, ik heb het net alleen gegeven, Selinunte, daar kan u al naartoe. Caltagirone heb ik ook al gegeven, daar kan u ook naartoe. Waar u ook naartoe kan, in de bergen daar, via Antaromina, dat zijn de bergen in. En op zoek gaan naar de plaatsen waar die film van The Godfather is opgenomen, kan ook. Gaan we overal met de bus naartoe? We hebben namelijk een grote camper en dat is soms lastig. Of wordt er ook geregeld dat we kunnen carpoolen? Elke excursie gaat met de bus. En dat is het makkelijkste. Dus elke excursie gaat met de bus. Nou, dat was de laatste vraag. Bedankt. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. En misschien hopelijk tot in Rome, Sicilië.